Ik ben Ruben Pater, ik ben ontwerper. Ik werk op het snijvlak tussen grafisch ontwerp en journalistiek. Wat ik meestal doe is dat ik geïnteresseerd ben in thema's. En die thema's noem ik zelf Untold Stories, maar dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor verhalen die wel soms aan de media verschijnen, maar misschien niet genoeg. En ik denk dat ontwerpers een hele belangrijke rol hebben en ook eigenlijk heel veel. Misschien wel meer macht dan ze denken dat ze daarbij hebben om die verhalen ook aan het publiek te vertalen. Alleen maar data is geen verhaal. Je hebt een ontwerper nodig, je hebt een journalist nodig die het verhaal ook vormgeeft. De thema's ongelijkheid en klimaatverandering zijn eigenlijk altijd urgent. Maar je merkt toch dat mensen hebben bepaalde momenten nodig waarin de media-aandacht is. En dat is natuurlijk op dit moment natuurlijk de vluchtelingenproblematiek. Heel veel burgers begrijpen niet waarom ze minder verdienen, waarom ze misschien ontslagen zijn, waarom er ineens vluchtelingen in hun wijk wonen. Het Nederlandse leger wordt niet meer ingezet in buurlanden, maar gaat naar Mali, gaat naar Afghanistan, gaat naar Irak. Nederlandse strijders bombarderen in Syrië. De grensmuren zijn er nog steeds, maar die staan niet meer om Nederland heen. Net als in de Eerste Wereldoorlog, maar die staan nu bij Marokko, die staan nu bij Griekenland, die staan nu bij Hongarije, op dat soort plekken. Dus je merkt dat die confrontatie, en dan hebben we het echt over inkomensongelijkheid ook, de confrontatie met de ander, die is eigenlijk uit ons gezichtsveld verdwenen. En als ontwerper zoek ik dus naar manieren om die weer eigenlijk bij mensen in hun gezichtsveld te brengen. En er komen steeds meer drones in de lucht, je weet niet meer waar ze vandaan komen, of ze vijandelijk zijn of niet, dus we moeten die drones leren herkennen. Maar ja, bij vogelsilhouetten horen ook vogelgeluiden. En helemaal toen ik ook hoorde dat in conflictgebieden drones vaak zo hoog vliegen dat je ze niet meer kan zien, maar wel horen. Dus we hebben eigenlijk de geluiden van 17 verschillende drones verzameld en op deze plaat gezet als een soort vogelgeluiden. Dus we hebben hier ook een video bij gemaakt bij dit werk. Die video heet Afraid of Blue Skies. Er was een jongetje uit Pakistan en die werd speciaal naar Amerika gevlogen voor om voor het congres te getuigen. En die vertelde dus dat hij niet meer van blauwe luchten houdt. De reden waarom hij dat zei is dat als het bewolkt is, dan vliegen de drones niet. Maar als er een blauw licht is, vliegen ze juist wel, maar dan ziet hij ze niet. Maar dan hoort hij ze wel de hele tijd. En ik denk dat dat wel echt iets is wat we ons niet realiseren. Dat als we nadenken over surveillance, denken we misschien, nou ja, dat is niet ergens een paar drones ergens boven Pakistan, Afghanistan cirkelen en kijken of daar mogelijk misschien terroristen zijn. Maar je realiseert je niet dat je eigenlijk op allerlei manieren ook een land binnenvalt en ook terroriseert en ook de bevolking. Ik denk dat een hele belangrijke kracht van design toch verbeelding is, net als dat beeldende kunst en wetenschap dat ook een bepaalde manier heeft. Op het moment dat Darwin zijn boek schreef, keken mensen op een hele andere manier naar de wereld. En ik denk dat kunstenaars dat ook kunnen doen op hun eigen manier en ook ontwerpers. En ik denk dat we dat ook vooral moeten blijven doen.